Leuk dat jullie kijken naar deze home workout. Mijn naam is Sanne Bijleveld en ik beoefen de sport Olympisch gewichtheffen. Oké, voordat we de workout beginnen gaan we uiteraard nog even onze handen wassen. De workout die we gaan doen zijn 4 rondjes van 12 jumping lunges. Dit is zowel voor de benen als voor de explosiviteit. Daarna 12 dumbbell push presses voor de schouders. Daarna 12 dumbbell squats voor de benen uiteraard. En 30 seconden plank hold. Qua gewicht heb je niet heel veel nodig. Ik heb 2 dumbbells van 5 kilo. Maar je zou dit ook met 2 zwaardere of 2 grotere flessen water kunnen doen, bij wijze van spreken. Pak 2 liters, vul ze helemaal. En je hebt toch aardig wat gewicht. De jumping lunge is het belangrijk dat je met je voorste en je achterste been een grote stap naar achter zet. En dat wanneer je omhoog gaat om te wisselen van been, dat je dan zo explosief mogelijk omhoog gaat en daarbij zo snel mogelijk wisselt. Doe daar voorzichtig mee. Ik zou zeggen, warm eerst even op met een paar stappende reps, zodat je nog niet springt. En bouw dan rustig op naar de springende jumping lunge. Oké, let er bij de push presses goed op dat wanneer je naar beneden zakt met de dumbbells op je schouders, dat je je hielen goed in de grond blijft duwen. Dus dat je recht naar beneden gaat. Als je omhoog gaat, wil je zo goed mogelijk je benen doorspannen, je heup helemaal strekken en dan de dumbbells omhoog brengen. Kom eens hier. De squats zou ik ook de dumbbells op je schouders leggen, recht naar beneden zakken en zorgen dat je knieën naar buiten blijft duwen en je borst goed ophoudt. En denk een beetje aan snelheidsverschil, dus je wil eigenlijk gecontroleerd naar beneden zakken en zo snel mogelijk omhoog. Oh ja. Dan kan je uiteraard een beetje variëren. Heb je het idee dat het op je ellebogen te makkelijk is, kan je hem eventueel op je handen doen. Let er bij de plank goed op dat je billen laag houdt, zodat je goed in één lijn blijft staan. En dat je goed je buik en je billen blijft aanspannen. Bedankt allemaal voor het kijken. Dit was de training. Mochten er nou vragen zijn, dan kan je die hier beneden zetten in de comments. Ik beantwoord ze graag voor jullie. Ik zou zeggen, doe je best. Blijf vooral bewegen, want het is echt super belangrijk. Blijf ook veilig, dus als je merkt dat je ziek bent, blijf binnen. Zorg ervoor dat je niemand anders aansteekt. En laten we allemaal hopen dat we hier zo snel mogelijk met z'n allen weer bovenop komen. Veel liefs, doei!